Georgievski en ik ben directeur van de Bachelor Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hallo, mijn naam is Loekie Lauw en ik ben onderwijscoördinator bij de Bachelor Psychologie. In dit korte introductiefilmpje vertellen we waar de opleiding Bacheloropleiding Psychologie precies over gaat. Om te beginnen, we zijn een brede opleiding. Wij bieden cursussen in fundamentele onderwerpen zoals persoonlijkheidspsychologie, cognitieve psychologie, mensen in groepen, klinische psychologie. En daarnaast bieden we ook onderwerpen aan die in de meer toegepaste psychologie, en dat zijn specifiek arbeid- en gezondheidspsychologie en onderwijspsychologie. Bijzonder aan onze opleiding is verder dat we aandacht hebben voor de verschillende perspectieven binnen de psychologie. En dan bedoel ik met name op het historisch perspectief. Hoe heeft het denken binnen de psychologie zich over tijd ontwikkeld? En cross-culturele psychologie. Want is alles wat wij weten binnen de psychologie wel toepasbaar overal in de wereld? Wat ons onderwijs betreft, als je bij ons komt studeren, dan krijg je te maken met onderwijs wat eigenlijk georganiseerd is langs vier leerlijnen. Ten eerste te weten academische kennis, academische vaardigheden, beroepsvaardigheden en ook de leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. We hebben deze organisatie van ons programma zo lang als deze vier leerlijnen, omdat we graag willen dat jullie opgeleid worden tot academisch geschoolde psychologen. En hier heb je een voorbeeld van hoe we ons programma aanbieden in het eerste jaar van de bachelor. Zoals je kan zien hebben we het jaar opgedeeld in vier periodes. De eerste periode heb je dan een vak sociale psychologie en een vak persoonlijkheidspsychologie. En bovendien twee practica die lopen tijdens die periode. Namelijk het eerste deel van psychodiagnostiek en de leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling in Thrive Track 1. Dit is de structuur van het tweede jaar in de bachelor. En zoals je kunt zien zijn er weer vier periodes. Alleen in het tweede jaar zullen we wat meer gaan richting de specialistische vakken. Zoals bijvoorbeeld het vak Human Learning en Work and Organizational Psychologie in periode 2. In periode 4 bovendien zul je je al gaan specialiseren. Dus bijzonder aan onze opleiding is dat je al in het tweede jaar kunt kiezen voor je specialisatierichting. In jaar 3 ga je natuurlijk door met je specialisatie, maar daarnaast kies je ook voor een minor. Of je kunt op exchange, dat betekent dat je naar het buitenland gaat om een aantal vakken te volgen. En in periode 2 kies je ook nog voor een extra keuzevak. Wat is het toekomstperspectief als je psychologie hebt gestudeerd, een bachelor psychologie hebt gedaan aan de Erasmus Universiteit? De meeste studenten kiezen ervoor om dan aansluitend de master te doen. Wij bieden zelf 4 masterrichtingen die aansluiten bij onze bachelor, namelijk cognitieve psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, onderwijspsychologie en klinische psychologie. En daarnaast zijn er natuurlijk andere masteropleidingen die door andere faculteiten bij ons worden aangeboden, waar je soms direct toegang toe hebt. Stel, je hebt bij ons je bachelor gehaald en je denkt van, nou, ik zou eigenlijk misschien nog wel eerst aan de slag willen gaan, dan kan dat. Met een bachelor kan je bijvoorbeeld misschien solliciteren op een baantje bij Human Resource Management bij een grote organisatie. Maar zoals Marianne ook al eerder zei, we zien dat veel van onze studenten toch doorstuderen en kiezen voor een master, omdat dat toch de beste kansen biedt op de arbeidsmarkt later. Lijkt onze opleiding je wat? Kijk dan voor meer informatie op onze website. Daar kun je ook de data vinden voor onze open dag. Dus ben je echt geïnteresseerd, kom en bezoek ons. En als je ook nog graag meer informatie wil van de studenten, dan kun je ook chatten op onze website. Ik hoop jullie snel weer te zien.